Welkom. We gaan vandaag, zoals je al in de titel gezien hebt, kijken naar fotorespiratie. We hebben het gehad over dissimulatie. We hebben het gehad over fotosynthese. En dan zie ik je al denken, toch niet een derde reactiepad met biochemie. Ja hoor, er komt een derde aan. Fotorespiratie. Respiratie, een ander woord voor dissimulatie. Dus dit is fotosynthese en dissimulatie in één. En dat klopt ook. Als je je binas pakt, de Calvin-cyclus, 69C, als je die erbij neemt, dan is dat erg handig. Want we gaan kijken naar die Calvin-cyclus en voornamelijk het bovenste gedeelte. Dus we beginnen linksbovenaan, bij ribulose 1,5 bifosfaat, heb ik afgekort tot RUBP, ribulose 1,5 bifosfaat, B of D, dat is Engels of Nederlands, is een C5-verbinding. En zoals je dat ziet in je binas, het paarse enzym, ja, ribulose difosfaat carboxylase, ja, afgekort tot Rubisco. Wat doet dat enzym? Heel belangrijk enzym. Dat koppelt een CO2-molecuul aan dat RUBP, want C5 plus een C erbij wordt C6. C6 is onstabiel, wordt opgebroken in twee keer C3 en dat C3-molecuul dat heet glycerine-3-fosfaat. Dat is een C3-molecuul. Nou, als je goed kan tellen wat je kan, C5 plus 1 is C6, 6 C6 moleculen. Dus ik heb 2 keer C3, kom ik ook weer op 6 uit. Geen probleem, lijkt er te zijn. Dit is een normale situatie. Wat gebeurt er nou als die plant warm wordt? En dan bedoel ik warm zoals het hier zeg maar op een hete zomerdag warm kan zijn. Goed warm, heet. Wat gebeurt er dan? Dat Rubisco is een beetje een raar enzym. Fotosynthese blijkt vaak, de snelheid van fotosynthese blijkt vaak beperkend te zijn door dit enzym. Dat enzym is een enorm complex, heel groot. En dat is de beperkende factor vaak, helemaal bij hogere temperaturen, van de snelheid van de fotosynthese. Dat Rubisco, dat is op een andere manier nog raar. Want dat Rubisco bindt eigenlijk net zo graag aan zuurstof als een CO2. En hoe hoger de temperatuur wordt, hoe grager dat Rubisco, hoe groter die bindingsaffiniteit is met zuurstof. En dan komt er iets heel raars uit. Dan gebeuren er dingen die we helemaal niet willen. Dan gaan we namelijk RUBP, een C5-molecuul, binden met zuurstof aan Rubisco. Dan zorg ik voor één glycerine-3-fosfaat. C3-molecuul, wat verder deze Calvin-cyclus ingaat. En dan heb ik één C2-molecuul, want ik heb tenslotte, ik heb maar 5 C'tjes. Want er komen geen C's bij, want er zitten geen C's in zuurstof. Deze gaat terug de Calvin-cyclus in, en dat is al een drama. Waarom is dat een drama, denk je? Want er zit toch al glycerine-3-fosfaat in de cyclus? Ja, maar ik heb 2 C-atomen verloren. Ik begin met RUBP, C5, en ik geef er een glycerine-3-fosfaatmolecuul voor terug. Dat is een C3. Nou heb ik er 2 verloren. Maar dan denk je misschien, maar ja, ik heb toch een C2-molecuul over. Ja, maar daar hebben we dus niks aan. Daar hebben we niks aan. Want dit C2-molecuul is geen glycerine-3-fosfaat. En dit C2-molecuul past nergens in die Calvin-cyclus. Want als jij in je binas gaat kijken of je ergens een C2-molecuul vindt. Nee dus, die is er niet. Waar gaat het C2-molecuul heen? Dat gaat naar mitochondria. En dat wordt daar verbrand. Via dissimulatie. Wat ontstaat er? CO2. Dit is het totaal verkeerde proces wat we willen. We wilden fotosynthese. Wat doen we? We doen zuurstof, gooien we bij onze C5-suiker. En dan maken we CO2 onder invloed van licht. Dit is wel de allerduurste CO2 die ooit geproduceerd is. Nou, dit is dus een erg vervelende situatie en een hele rare situatie. En metingen zijn gedaan en sojabonen, wat een enorm belangrijk voedselproduct is, en een export voor Zuid-Amerikaanse landen, 50% van de suikers die geproduceerd worden in sojabonen gaan weer verloren door fotorespiratie. Doodzonde. Dus dat zouden we misschien kunnen tegenhouden met wat genetische modificatie. Dat Rubisco, dat bindt dus zowel met CO2 als met zuurstof. Waar zijn we mee bezig? Met die fotosynthese.
Ja? Of met die fotorespiratie. Hier is het waar het gebeurt. Dwars doorsneden door een blad. En we gaan hier in een volgende les kijken naar wat er met dat huidmondje gebeurt. Want dat heeft allemaal invloed op dat rubisco. Dan kan je misschien ook weer bedenken van ja, maar we hebben toch zoiets als evolutie. En waarom is zoiets idioots als dat rubisco, wat bindt met zuurstof en met CO2, waarom zou dat dan toch kunnen bestaan? Nou, we weten het eigenlijk niet, maar we hebben natuurlijk wel een goede verklaring. En dat is niet een waterdichte verklaring, het is een hypothese. De hypothese is dat rubisco lang geleden is ontstaan in de evolutie. En dat is niet zo'n raar idee, want ieder organisme wat kan fotosynthetiseren, heeft dat rubisco. Dus lang geleden in de evolutie is dat rubisco is gemaakt. Is ontstaan. Maar lang geleden was er ook nog geen zuurstof in de atmosfeer. Was er alleen maar CO2. En dat maakt dit op een keer tot een non-probleem. Het probleem is alleen relatief. Kort geleden is ontstaan omdat er zuurstof in de atmosfeer is gekomen. Ja? Dus dit is een, wat zou je kunnen zeggen, zoals de blinde darm die wij nog over hebben, een klein stukje daarvan, is dit dus iets wat die planten hebben. Maar dat betekent niet dat er inmiddels geen aanpassingen zijn gedaan. Die zijn er. En dan gaan we in de volgende les gaan we daar naar kijken. Het volgende filmpje, deel 2, gaat over welke aanpassingen zijn er nou gedaan om te zorgen dat rubisco niet of minder met zuurstof bindt. Kijk het volgende filmpje, als je daarin geïnteresseerd bent. Succes!